nodig heb. Je hebt zuurstof nodig, geen eten! Voor lawaai. Meneer Krabs, Sandy heeft niet meer van dat spul dat ze moet inademen. Dat spul moeten we zien te vinden, anders gaat ze het loodje leggen. Nou, oké, ze mag niet de moord stikken in de krokante krab. Slecht voor de zaken. Oké, even denken. Zuurstof wil ze. O2, geloof ik. Waar halen we zo snel zuurstof vandaan? Hey, kijk nou eens. Er hangen daar luchtbellen onder het plafond. Maar hoe krijgen we die naar beneden? Geen probleem, daar weet ik wel wat op. We gebruiken rietjes om ze naar beneden te zuigen. Eén momentje, die rietjes kosten me veel geld. Rustig maar, meneer Krabs, ik leg ze weer terug. Schiet op, SpongeBob. Ik ben geen dokter, maar volgens mij zijn eekhoorns niet blauw van kleur. Oké, ik ben zover. Nog een klein stukje verder. Oké, ik heb hem. Patrick, schiet op. Volgens mij krijgt ze hun kleur weer terug. Heel goed, maar is het ook goed genoeg? Meneer Krabs, u heeft toch ergens reservezuurstof? Octo zegt altijd dat u zo opgeblazen bent. Ik zeg wat? Zo, dus jij vindt mij een opgeblazen krab? Nou, in dit geval klopt dat. Ik heb meestal een paar luchtbellen onder mijn schelp. Doe maar, niet zo verlegen. Papa, er ligt een onderzeeër op het dak. Oh, ik zie dat je bezig bent. Ik kom later wel even terug. Nee, Paro, blijf hier. Jij bent toch een zoogdier? Ja, ik denk het wel. En jij ademt zuurstof, toch? Ja hoor, mijn neus zit er vol mee. Je moet Sandy helpen. Ze heeft zuurstof nodig. Ach, wij zoogdieren moeten elkaar helpen. Oké, hou je vast. Kan een beetje prikken. Gaat die Paro, blaas hem maar. Zorg dat ze blijft ademen, Paro. Kom eens mee, Patrick. Ik heb een idee dat alles oplost. Ik ga naar de oppervlakte om zuurstof te halen. Als ik aan dit touw trek, haal jij me weer neer. En hoe kom je dan daarboven? Ik gebruik gewoon deze zuurstoftank als raket. Een zuurstoftank? Goed idee, makker. Ik weet het. Wens me sterkte, Patrick. Squarepants, jij bent een held. Oké, SpongeBob, haal nu maar diep adem voor Sandy. Lekker verse lucht. Oké, Patrick, ik ben klaar. Hey, wie doet dat? Hey, oh, spoken. Ja, daar gaan we. Welkom terug, Sandy! Leef ik nog? Kan ik weer ademhalen thuis? En is alles droog? Hoe hebben jullie hem dat geflikt? Oh, we hebben een heel klein beetje hulp gehad van een hele grote bubbel. Even voor de duidelijkheid. Die bubbels van jullie zijn wel de oorzaak van alles. Ik wil die bubbels van jullie niet meer bij mij in de buurt zien. Uh-oh. Niks boven een middagje naast mijn computervrouw naar al het gepeupel kijken. Oh, ik hoop niet dat mijn monitor doorbrandt. Ach, daar zorg ik wel voor, schatje. Oh, Langton, je bent zo'n zorgzame echtgenoot als je niet bezighoudt met dat stomme geheime recept. Daar is hij, die stomme idioot. Je bent aan de beurt, Krabs. Oh, Plankton. Naar wie sta je te roepen? Oh, de bediening.
Ze zijn hier erg langzaam. Maak je niet druk, Plankton. Laten we genieten van de eerste romantische quality time na al die jaren samen. Duw me maar weer naar boven. Naar boven, Krulli. Wilt u misschien een hapje, meneer? Is dat wierkaas? Die snack is net zo groot als jij. Wat ben je weer grappig, Karen? Was lekker getrouwd met een homp kaas? Dat is het. Hoorde jij dat ook? Ik zou zweren dat ik dat plankton hoorde. Ja, ik ook. Nou ja, nog maar een keer het dek rond. Ik ben gewoon uitgeput. Lekkere middag, hè, schatje? Plankton. Ik was even in de slaapstand gedommeld. Oh, wat een geweldig idee om eens een weekje aan de dagelijkse sliepende sleur te ontsnappen. Ja, zeg dat wel. Blijf zitten, dan masseer ik je wieltjes even. Oh, wat word ik daar lekker lang van. Welterusten, schat. Wat het ook is, ik wil het eten! Kijk eens aan, meneer Krabs! Ja, volgens mij was ik hier aan de beurt. Volgens mij gaan wij goede zaken doen tijdens deze cruise. Dit zou wel eens een zeer lucratieve gratis vakantie kunnen gaan worden, als je het mij vraagt. Verse krabburgers! Koop hier uw verse krabburgers! Goedemiddag. Ik zou heel graag uw recept, ik bedoel, verse krabburger kopen. Let op hoe ik die vent bedrieg. De krabburgers kosten vandaag slechts 100 euro. Goedkoop. Alsjeblieft, meneer. Welkom, lieverd. Hey. Wacht eens even. Er zit visaas op dit biljet. Hey, makker, waar komt dit vandaan? Uit dezelfde ruimte waar dit naartoe gaat. Het laboratorium van de maatemmer. Fijn zaken met je doen, Krabs. Hey! Blijf staan, meneer. Laat dit maar over aan uw trouwe bediende. Die is voor jou groot. Ik wist dat je ergens mee bezig was. Je hebt me weer eens gebruikt voor je rare plannetjes, egoïstisch stuk ongeluk. Mijn tweede huwelijksreis. Ja, ja. Ach, technisch gezien je eerste. Ga je nu terugkrabbelen? Je laat me geen andere keuze dan nu meteen mijn vakantieinstellingen terug te draaien. Oh, dat is misschien niet zo'n heel goed idee. Ik zit helaas nog in mijn proeftijd. Al die klanten. Oh, mijn vakantie valt in het water. Dankjewel, lieve kleine gondelier. Dit is absoluut de mooiste huwelijksreis, vind ik. Welkom in Stersteen Inn, meneer. Mijn naam is Harm. Kan ik u inchecken? Geen idee, kunt u dat? Jawel, Ster. Patrick Ster, kamer 108. Uw sleutel. En wij horen het graag als we iets kunnen doen waarmee we uw verblijf kunnen verengen hebben. Mag ik uw koffers, meneer Ster? Nou, ik heb geen koff... Oh. Komt u maar, uw kamer is deze kant op. Uw kamer.
Oh, nee. Is er iets, meneer Ster? Nou, eerlijk gezegd, ik weet niet zeker of ik de inrichting wel leuk vind. Inrichting? Meneer Ster, is het zo naar uw zin? Nou, ik... Het zet hem in de muur. Weet je wat? Laten we alles maar terugzetten zoals het stond in het begin. Het zwembad is een van onze rustgevende faciliteiten. Oh, een zwembad! Waar is de duikplank? De duikplank? De duikplank wordt gehaald. Uw duikplank staat klaar. Oké. Gaat het, meneer? Bij je hoofd, het zwemt lekker rond. Oh, nee. De reddingsbrigade wilde langs. Alles oké, meneer? Dit vraagt om ZRP. Zuurstok-reanimatiepoging. Zo zwak. De kracht. Kom terug. Ik heb best honger. Komt u mee. Uw slammetje, meneer. Wauw, wat een luxe hier. Uw krabburger is in antwoord. Geen fooi. Hey, wat is dit voor restaurant? Waar blijven de artiesten? Oh, u heeft helemaal gelijk, meneer. Kijkt u naar de Squarepants Revue? Heel saai. Saai. 3, 2, 1 en opzeggen. En hoe vond u dat? Heel vlammend. Ach ja, wat heet? Nee, het staat in de fik. Wat? Oh nee, dat is de hamburger! Patrick, wat doe je in mijn bed? Oh, dat hotel hiernaast is te lawaaierig. Hier daarentegen is het vredig en gezellig. Welterusten, SpongeBob. Word wakker, Knully. Huh? Oh, hi, meneer Krabs. Heb je weer die vervelende droom? Uh-huh. Lacht Patrick weer naast je? Hey, nou trusten, Knully. Wel trusten, meneer Krabs. Kunt u karate? Hij kan niet alleen karate. Hij is karate. Dit is de legendarische karatemeester Fuzzy Eekhoorn. Fuzzy traint me voor de allerhoogste karateband. Maar Sandy, jij hebt toch al een zwarte band? Klopt, maar er is nog een hogere band. De zwartere band. Nou, had ik maar een karateband. Als jij een band wilt, moet je die verdienen. Oké, en hoe doe je zoiets? Heb je soms poep in je ogen? Waarom denk je dat ik hier ben? Huh? Ik ben de machtige eik en jij bent een jong boompje.
Het spijt me, dat snap ik niet. Fuzzy Eekhoorn scheet het kaf van het koren. Nou, ah, die laatste werkt meestal wel. Fuzzy probeert te zeggen dat hij hier is om te beoordelen wie wel en wie niet een karateband verdient. Maar hoe kan hij dan zien wie het wel of niet waard is om een band te dragen? Het is heel simpel, aan de hand van een serie testen. En als je slaagt, krijg je van mij een band en kun je echt karate. Gezakt voor mijn karate-examen. En daarom zeg ik ook altijd, probeer nooit nieuwe dingen uit. Niet doen, doe waar je goed in bent. En blijf dat doen. Doe waar je goed in bent. Octo heeft gelijk. Wil je echt geen zuurstofhelm op? We zijn zo weg. Een karatemeester kan uren zonder zuurstof. Zo, wat een lenige bediende. Het kan ermee door. Het blijft een frietbakker. SpongeBob, je 20 bestellingen. Tom, komen eraan. Zo, daar moet je een slangenmens voor zijn. Eenvoudige gymnastiek. Een kung fu wannabe. Ben je nu overtuigd? Zo vaak gezien. Hey SpongeBob, ik wil mijn krabburger in 12 stukken. 12? Oké. Kijk eens, Andy. Die lompe knul is toch handiger dan ik eerst had gedacht. Wat zei ik? Niet zo snel, eekhoorntje. Ik weet het pas echt zeker als ik hem zelf heb getest. Ja! Ja! Zeg, ober, dit bord is leeg. Ja! Ik vergeet de friet helemaal. Goed. Je bent een waardig tegenstander. Met het koudbloedig hart van een krijger. Oh, wat zijn jullie krabbergetjes toch lief. Er klopt alleen iets niet. Het zijn de uitjes. Ze zijn oud. Hij gaat in de aanval. Het is tijd om hem te breken. Nu een band, Fuzzy? Of ben je nog steeds niet overtuigd? Sandy, jij vroeg mij ten dans, maar het universum wil niet meewerken. Huh? Oké, bijna gaar. Sponsdief! Ruik de vibraties! Oh, de friet! Weer bijna vergeten. Krabburgers! Komen eraan! Eén grote friet! Ja! Ja! Hier nog een friet! En ketchup! Oeps! Ja! Hermes! Oh, Fuzzy! Oh nee! Meester Fuzzy, gaat het een beetje? Ik heb me nogal vergist, SpongeBob. Je hebt Fuzzy verslagen. Met overtuigend karate. Je bent nu een karate-meester! Hier, voor mij? Bedankt, Meester Fuzzy! Oh, meester, u ziet er beroerd uit! Sandy, wat mankeert de meester? Ik denk dat ik het weet. Hij wil een helm. Ik zeg niet praten, maar doen. Sandy kan je door te volharden in je vertrouwen, ben je vanaf heden eigenaar van de zwarte band. Top, Fuzzy! Zet het universum mee in mijn onderbroek. Weet je zeker dat je hiermee wilt doorgaan? Ja, maar schiet op! Schiet alsjeblieft op! Mama! Ja, dit gaat pijn doen! Dat viel me alles mee! Oh, daar gaat ie! Eureka! En, werkt het? Zeg jij het maar! Bolzaai! En mijn volgende doel is het geheime recept van de krabburger!
Wat? Wat ziet alles er toch vreemd en ook schitterend uit? SpongeBob, wat leuk om je te zien. Hé, Makker, wat ga jij doen? Ik dacht dat ik iets ging stelen. Ik zou niet weten waarom. Dus ga ik maar genieten van deze fantastische dag. Oké, toedeloe. Schatje, ben thuis. Zo, jij bent goed gemutst. Heb je het geheime recept eindelijk te pakken? Recept? Welk geheime recept? Ik ben het recept vergeten! Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Het komt door dat tweede oog van je. Je schurken-DNA is vermengd met het DNA van de goedhartige SpongeBob. Je was een slechterik en nu niet meer. Je bent zo onschuldig geworden als die hamburgerkok. Onzin! Je verbeeld je weer dingen. Denk je? Zullen we het dan maar even testen? Zeg maar wat je ziet in deze inktvlekken. Ik zie een schitterende vlinder. Nee, nog een keer. Waar doet dit je aan denken? Ah, wat een kleine lieve puppy. De DNA-cellen van die spons hebben je hele zienswijze veranderd. Ach, kom, een paar inktvlekken bewijzen toch niks. Ik ben en blijf een slechterik en ik ga nu meteen het geheime recept van die krabburger stelen. Kijk nou. Het recept van de krabburger. Krabs is zeker gek geworden. En vanwege je promotie krijg je 10% minder salaris. Snap je dat, knul? Helemaal, meneer Krabs. Hé, Eugène. Ben je soms iets kwijt? Ah, het recept van de krabburger. Precies, Krabs. En heel toevallig zag ik het zomaar op straat liggen. Dus bij deze geef ik het terug. Kijk eens. Hé, hier stinkt iets en dat zijn niet mijn oksels. Wacht eens, jij had het recept in handen. Waarom ben je er niet vandoor gegaan? Ik ben niet vandoor gegaan? Eens denken, waarom eigenlijk niet? Omdat ik dan zou stelen. Sinds wanneer maakt jou dat wat uit, Plankton? Nou, dat komt door dat tweede oog. Ik moet van dat onding af. Ik wil weer een eenoogige worden. Kijk eens aan. Weet je, ik geloof niet dat ik die karakterverandering helemaal vertrouw. Meneer Krabs, ik denk echt dat Plankton veranderd is. Hij moet juist aangemoedigd worden. En ik weet wel hoe we dat kunnen doen. Ja, ja. Mijn boevenloopbaan is voorbij. Hey, waarom is het hier zo donker? Verrassing! Ah, de maatimmer wordt overvallen. Ik geef me niet over. Ik vecht. Oh, dit is geen overval. We zijn hier om je te bedanken voor alle goede daden die je de laatste tijd hebt verricht. Jij krijgt van ons een lekkere dikke knuffel. Wat? Nee, niet knuffelen. Geen knuffel. Ja! Hij is weg. Dat walgelijke brave oog is eindelijk weg. Genezen. Bedankt, jullie allemaal. En vooral jij, hoor, SpongeBob. Hé, heel graag gedaan. Want dankzij jou ben ik weer een slechterik. En als teken van mijn pure dankbaarheid gooi ik jullie allemaal de tent uit. Met mijn infrarood veiligheidsaanvalslaser. Niet te geloven! We gaan onze held ontmoeten! Mossel G! Ah, fijn om in gezelschap te verkeren van Easy Seals verwanten. Ben ik het helemaal mee eens. Het is lekker om te socializen met echte diehard jazzliefhebbers. Jij zegt het, dame! Ik ben al een diehard fan vanaf vanmorgen 6 uur! Zijn jullie allemaal klaar voor de show van Mossel G? Heb jij dat luidruchtige ettertje meegenomen? Ik? Nee, natuurlijk niet. Ik zie jullie, hè, mosselmannen. Hou die opvliegers van je vriendje onder controle. Yo, mossel! Yeah!
meteen je mond dicht houden? Welkom in Sint Jessicus. Zijn jullie klaar om zachtjes met de voetjes mee te tikken? Ga er maar lekker voor zitten, want hier is de koning van de Easy Jazz, Mossel G. Alsof Neptunus daar zelf staat te blazen. Neem me niet kwalijk. Heb jij ketchup? Nee, meneer. De ketchup. Patrick, wat kom jij hier doen? Twee woorden, SpongeBob. Nachos. Ja, twee woorden, Patrick. Ga weg. Wat was dat? Oh, nee, vergeet het maar. Jij komt niet aan mijn backstage pas. Maak je niet druk, Octo. Jij bent de grootste Muscle G-fan van ons twee. Hier, neem mijn backstage pas. Buik je wel meer? Oh, nee. Ik wil die backstage pas terug, al moet ik die gast in tweeën scheuren. Oh, en wat gaan de heren doen? Nou, een vriend van ons. Ja. De ins en outs interesseren me niet. Hou je mond en ga terug naar je plaatsen. Oké, gelukkig hebben we onze plaatsen nog. Had je soms een probleem, tentakelhoofd? Ja, ik heb een probleem. Dat zijn mijn plaatsen, domme ezel. Ik ben even weg en jij gaat op mijn plek zitten. Jij gaat fijn wiepen. Ja, de avond is verpest. Een catastrofe. En ik heb Mossel G ook niet ontmoet. Oude Jazzybakker, bedankt voor het voer. Deze kant op, meneer G. Ik ben al een uur toe aan de pauze. Uw kleedkamer is deze kant op. Hé, wacht eens heel even. Wie heeft hen binnengelaten? Dit klinkt verschrikkelijk. Die twee gaan eruit. Nee. Mee eens. Die klarinet klinkt kansloos, maar die ukulele, geniaal. Kijk, die voet is, net als ik, heel muzikaal. Mag ik jou iets vragen? Hallo, Mossel. Het is een eer, hè? En hoe mag ik jou noemen? SpongeBob SquarePants. Kom, mijn protégé. We gaan het publiek laten kennismaken met het geluid van hemelse muziek. Mossel. Dames en heren, ik zou graag een speciale gast op het podium willen uitnodigen. Meneer SpongeBob Jazzpants. Maar ik ben een muzikus! Oh, SpongeBob, wil jij je lieve... Plaats rust. Wil jij je lieve oude baas een plezier doen en zijn knappe dochter van haar eendemossels afhelpen? Die gunst wil ik u graag verlenen, lieve oude baas! Ik weet het niet hoor, SpongeBob. Het schoolfeest staat praktisch voor de deur en die stomme eendemossel wordt alleen maar groter. Ja, geen paniek. Dat ding is weg voordat je het weet. Ik weet echt wat ik doe. Weet je het zeker? Laatst had mijn vriend Patrick een eendemossel zo groot als een king-size krabburger precies bovenop zijn voorhoofd. Maar geloof me, toen ik klaar was hebben we die eendemossel nooit meer gezien. Echt? We zijn naar een hypnotiseur geweest. Je bracht Patrick naar een hypnotiseur? De eendemossel. Die werd verteld dat hij een pelikaan was en moest gaan overwinteren. We hebben die pelikaan nooit meer gezien. Je zei net dat het een eendemossel was. Wat zei ik dan? Pelikaan. Het was een knappe hypnotiseur.
Parel! Parel, wat is er? Kijk maar! Ik bedoel, dat zijn er nog meer. Ik stond me gewoon te wassen met water en zeep. Water en deze zeep? Ja, maar wat? Nou, deze zeep ruikt zo fantastisch vandaar. Ik ken dit aroma ergens van. Oh, het spijt me. Wil je ook een snuifje? Nee. Nou, ik wel. Hallo? Is daar iemand? Parel? Meneer Krabs! Blijf daar niet staan, knul! Help eens een handje! Kijk eens aan! Soms zit hij gewoon een beetje vast. Meneer Krabs, wat is dat voor ding? Oh, dit is mijn oude zeepers. Zeepers? Precies. De zeep die Parel en ik gebruiken komt uit deze machine. En het mooiste is, het apparaat draait voor de volle 100% op overgebleven krabburgers. Overgebleven krabburgers? Hier worden de meest waardevolle ingrediënten aan het product onttrokken. En na een kort afkoelingsproces zweven de heerlijke stukjes zeep als snoepjes op de lopende band naar buiten. Vers en stimulerend. Vers en helemaal gratis. Oh, en daarom ruikt het dus zo bekend. Zeg, meneer Krabs, als Parel hier ooit achterkomt. Aha, dus ik gebruik zeep die gemaakt is van krabburgers? Krabburger extracten. Dat is vet! Nou, als je wilt gaan muggen ziften en zo. Papa! Ik moet weg. Veel plezier verder. Die ene mossels zullen nooit meer van mijn gezicht verdwijnen. Mijn jeugd is me voor altijd ontnomen. Luister even, Parel. Ik heb meneer Krabs beloofd dat ik jou zou helpen en dat ga ik doen ook. Wat denk je daarvan? Het aanstaande bikinibroeker schoolfeest was voor mij een kans om een keer te stralen. Wacht eens even, Parel. Zeg dat nog eens. Oké, het aanstaande bikinibroeker schoolfeest was voor mij een kans om een keer te stralen. Hou hier stoppen! Ik heb een idee, denk ik. Ben je nou klaar? Het is klaar! Ogen dicht! Oh, meidje gaat stralen! 1, 2, 3! Tada! Wat vind je? Ik weet het niet, SpongeBob. Wat zullen mijn vrienden zeggen? Dat zullen we snel weten! Weet je het zeker? Sst, komen ze. Parel, we komen je halen voor... Oh, wauw. Je ziet er echt geweldig uit. Echt waar? Nou, eigenlijk niet geweldig. Stralend en blinkend en geweldig. Oei! Op naar het bikinibroeker schooldansfeest. Ja! Jij moet een tijdje op Gerrit passen. Ga je de wijde wereld in? Wat? Goed plan, man. Ik heb spullen voor je. Je hebt er zo eentje nodig. Nee, je snapt het niet. Ik ga op verjaardagsvisite bij mijn oma. En tijdens mijn afwezigheid vertrouw ik Gerrit toe aan mijn allerbeste vriend Patrick. Ik snap het. Hij is veilig hier. Je hebt toch nog wel ruimte voor een toetje, SpongeBob? Oh, oma, wat een verwennerij! Het is jouw verjaardag! Ik hoor jou te verwennen! Oh, ik weet wat jij lekker vindt. En ik weet hoe gek je bent op je slak, Gerrit. Dus ik heb speciaal voor jou een gelatinetaart gemaakt. Gerrit! Oh, Gerrit! Hij is veilig hier! Wauw! Oma, mag ik even telefoneren? Oh, natuurlijk. Dank je. Hallo. Patrick met SpongeBob, hoe is het met Gerrit? Met, Gerrit. Ja, heel goed. Blijkbaar heb je alles goed onder controle.
SpongeBob heeft gelijk, jij moet hem bad. Oh, dat vergeet ik bijna. Slakkenwoer. En dat scheelt mooi ook nog eens een paar liter water. Gerrit, niet uit het bad eten. Je moet erin baden. Kom maar, jochie. En nou niet moeilijk gaan doen, Gerrit. Gerrit! Ja, daar ben je! Ja. Oké, Gerrit. Als jij niet naar het bad komt, dan komt het bad gewoon naar jou. Jij bent een brave slak. Goed, let op. Nee, zo erg was het toch niet, hè? Zo, nu gaan we je eens flink afdrogen. Ik kon alleen helaas geen zout vinden, dus moeten we wat improviseren. Zo, dat voelt vast een stuk beter. Oké, eens kijken. Hij heeft gegeten, is in bad geweest. Tijd om tv te kijken. Heel snel, Patrick. Gaat alles goed daar? Met wie spreek ik? Met SpongeBob. Is Gerrit oké? Okay? Oh, hij is wat? Hij is wat, Patrick? Waar is Gerrit? Wat is daar nou aan de hand? Ik moet erheen! Oma! Oma! Wacht even. Ik moet nog even de paar kaarsjes uitblazen. Het is gelukt. Oh, maar oh, ik ben vreselijk moe. Oh. Nou, dan moet je maar naar bed. Wel, trust, oma. Maar het is er toch een lieve schat. Hou vol, Gerrit! Gerrit! Oh, ik ben thuis, bakker. Patrick, een slaapverhaaltje voor, zie ik. Slak lekker. Dat is een goeie. Slak lekker? Ik vond het al zo slaapverwekkend. Hi, meneer Krabs. Moet ik vandaag toch komen werken? Oh, hi, Sandy. Ja, ah, ik ben niet ziek, maar... Ik op jouw huis passen vandaag? Heel graag, SpongeBob. Het is misschien kort dag, maar weet je... Lijkt me enig. Oké, SpongeBob. Mijn huisje is een hoogwaardig technisch bouwwerk... waarin leven het hebben van enig verstand vereist. SpongeBob, volg je me nog? Hier heb ik een lijst met dingen die je wel en die je niet mag doen. Oh, dat is niet zo moeilijk te onthouden. Het is een grote zwarte vlek. Het is veiligheidspapier. Je hebt een speciaal soort loop nodig. Oh. Luister, let heel goed op. Ik ga je wat meer vertellen over een aantal gecompliceerde aangelegenheden. Dit majestueuze bouwsel is mijn broeikas. Alles werkt hier volledig automatisch. Alles wat je hoeft te doen... Wauw! ...is af en toe de thermometer checken om te kijken of de temperatuur normaal is. Normaal. Heb het! En dit is het robotpakhuis. Hier bewaar ik al mijn robots. Dat lijkt me logisch. Dit is vrij simpel. Het enige wat je hoeft te doen is de robots tellen om te zien of er niet één vandoor is gegaan. Ik moet zeggen dat je uitstekend oplet, SpongeBob. Ik respecteer jouw accuratesse. Oh, nou bedankt, SpongeBob. We werken de lijst verder af. En last but not least, mijn verzameling uiterst zeldzame kunstvoorwerpen... die 2 keer per dag moeten worden afgestoft.
En denk je dat je het allemaal aan kan, SpongeBob? Tuurlijk, Sandy. Maak jij nou maar geen zorgen. Jouw mooie huisje is in 2 competente handen. Zeker weten? Ja. Echt heel zeker weten? Zeker weten. Oké. Oké, Patrick, nog 1 keer. Wat ga jij vanaf nu doen? Nergens aankomen. En verder? Niks meer aanraken. En? Nergens naar kijken. Ja, en? Tot? Wanneer? Totdat SpongeBob klaar is met oppassen. Je bent braaf, Patrick. Ziezo, dat is geregeld. Dan ga ik... Ja, Patrick? Mag ik? Patrick, hoe vaak wil je nog zeggen dat... Het blijkbaar toch niet aan. Ik heb gefaald. Hey, makker. Het is een stuk minder erg dan het lijkt. Oh ja, en hoe kom je daar dan bij? Nou, niet alles is kapot. Sandy! Hoe was de uitvindersconferentie? Heb je nog souvenirs meegenomen? Grappig dat je dat vraagt, zeg. Oh ja? Ja, yep. Ik heb iets heel bruikbaars meegenomen. Ik zet hem aan op maximale schietkracht. Nou, SpongeBob, dit was dus ons laatste samen zijn. Dat ik zo aan mijn einde moet komen. Door het toedoen van een eekhoorn? Nee, met een vissen komen op mijn hoofd. Succes! Experiment! Precies, jongens. Ik wilde dat jullie de boel flink zouden slopen, zodat ik deze alles terugdraaiende laserblaster kon uittesten op mijn eigen terrein. Ik kon de tent natuurlijk ook zelf afbreken, maar niemand kan zo vernietigend zijn als jullie. Je bent geen loser, SpongeBob, maar een wetenschapper. Met spikkeltjesnaam in mijn raket. Ik moest even rennen. Ik liep daar langs en ik kwam. En die fan begon te tellen. Lancering. Blijven zitten. Ik kan de lancering niet meer afblazen. Doe als de wiede weer, ga je gordel om. Het ziet er naar uit dat je naar de maan gaat, vriend. Echt waar? Luister, SpongeBob. We hebben ons kamp opgeslagen. Dus is het tijd voor het maankraterborden. Wat is maankraterborden? Heel simpel. 2 borden. 1 krater en gaan! Ja! Dan even een flippertje doera! Hiha! Er gaat niks boven extreem sporten zonder zwaartekracht. Oké, nu jij. Oh, poe. Ik weet niet hoor, Sandy. Ik vind het doodeng. Ah joh, kom op SpongeBob. Geloof me, het is een piece of cake, echt. Ik weet wat pies is en ik ben verzot op cake. Dus oké, ik probeer het gewoon. Dit is vast niet de bedoeling. Oh. SpongeBob is blijkbaar te licht voor in de ruimte. SpongeBob, probeer het touw te pakken. Oké.
Hebbes! Ik wil... Wauw, SpongeBob. En hoe noemen we die? Interessant. Ik zou ook graag willen leren. Let op, Sandy! Oké, de zon te kijken en dan op slechts één been, tong eruit, draaien en dan... botsen tegen de rand van de raket. Heel niet slecht, SpongeBob. Maar dit was meer de zonder te kijken op slechts één been, tong eruit draaien en dan botsen tegen de rand van de benzinetank, Moe. Oeps. Kom op, SpongeBob. We moeten nu, voordat de tank leeg is, naar huis. Oh, wacht. Ik moet nog iets heel belangrijks doen. Zo. Zeg, gaan we het echt wel redden, Sandy? Als de tank het houdt, is er geen reden voor paniek. Zonder de motoren hebben we geen besturing. We gaan nu veel te stijl. Is dat slecht? Alleen als je zin hebt om verzwolgen te worden door een monstervuurbal. Nou, in dat geval... monstervuurbal! Sandy, wat ga je nu doen? Ik ga deze stier bij de horens vatten. Verzwolgen worden door een monstervuurbal. Daarom probeer ik de neus omhoog te houden. Kijk uit. We gaan nogal knallen als we de dampkring raken. Sandy, het spijt me dat ik je vakantie naar de maan heb vergald. Vergald? Ben jij gek? Je hebt mijn vakantie niet vergald. Zoveel lol heb ik in tijden niet gehad. Zodra de raket gerepareerd is, gaan jij en ik meteen naar Mars. Kom, laten we maar een taartje gaan eten. U riep, meneer Krabs. Dat klopt. Ga maar even zitten, Knully. Mijn heren, ik heb een korte mededeling. Vanaf morgen is de krokante krab gesloten. Halleluja! Relax, Knul. Ik ga gewoon even een paar dagen op vakantie. Even eruit, Knully. De krokante krab kan best een weekje op het droge liggen... als ik met Parel geniet van een welverdiende vakantie. En ik hoop te stiekem dat jij zin hebt om mee te gaan. SpongeBob... Dat jij zin hebt om mee te gaan, SpongeBob. Dat jij zin hebt om... Voor een mooi prijsje natuurlijk. Dus, lijkt je dat wat, Krul? SpongeBob, SpongeBob. Ja, graag. Leuk. Kom oogjes dicht. Laat je verrassen. Coole Hunk Museum, Coole Hunk Museum. WC, WC. Arrivé! Doe de ogen maar weer open! Hey! Het coole Hunkmuseum!
net stond het er nog. Oh, wat een pech, lieve. Zoiets kunnen wij toch niet betalen. Wij gaan liever daarheen. De munt van Bikinibroek. Hier wordt al ons geld gemaakt. Heb je ooit van je leven zoiets moois en wonderbaarlijks gezien? Ik ga er dus echt niet naar binnen. Dan zit ik liever op de ruïne van het Koele Hunk Museum. Nou, Krully, dan gaat het toch om jou en mij. En natuurlijk de munt. En in de ruimte hier links van mij kunt u zien hoe grote zilverplakaten worden gesneden tot blinkende blanke muntstukken. Die worden verzameld en daarna in partijen van 1 miljoen munten vervoerd naar de munterwerkplaats. Wat 1 miljoen blanke blinkende zilveren muntjes? De munt. Oh, dat zat er natuurlijk dik in. Fijn, SpongeBob. Ah, gedaan hoor. Oh, ze gaan gewoon verder zonder ons. De blanke munten komen vervolgens hier terecht. We moeten opschieten, want anders missen we alles. Kom, meneer Krabs. Oh. Meneer Krabs! Ik geloof dat ik hier wel even aan moet wennen. Best leuk, hè, meneer Krabs? Hallo, ik heet Eugène Krabs. En jij? Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Oeh, net op tijd. Oh ja, ik had bijna dat telefoonnummer. Ik ben het zat. Ik heb schoon genoeg van die ongein. Bewaking, gooi deze twee halfgare dorpsgekken de deur uit. Onmiddellijk. Oh, nee. Dit is allemaal een onderdeel van de rondleiding. Neem gerust alles mee. Regel jij dat? Geen probleem, baas. Oh, vergeet het maar, opgeblazen persenspinnen! Ik weet nou niet of dit zin had. Eentje. Ik heb geen honger. Goed gedaan, Krul. U ook, meneer. Ik heb u verkeerd beoordeeld. U bent bij de eerlijke burgers. En daarom willen wij van de munt u allebei graag iets geven. Dit zijn extreem hoogwaardige, speciaal voor deze gelegenheid gedrukte 10 euro biljetten met uw afbeelding erop. Oeh! Wauw! Dat... Bedankt! Ik krijg nog geld van je omdat je mee op vakantie bent. En ik krijg nog geld van jou omdat ik mee ben gegaan op die vreselijke vakantie. Hier zijn die 2 tientjes die ik tekort kwam voor die schoenen. Papa's creditcard zit heel snel aan zijn limiet. Yeah! Schoenen! Oh nee! Kijk! Mijn mosseljongen, wij willen weten hoe het allemaal is begonnen. Jij wilt dus terug naar het prilste begin. Ach weet je, in dat begin was alles hier vreselijk donker. En toen was daar plotseling iets dat we de oerknal noemen. Het creëerde zeeën. Niet het begin der tijden, halve zool die je bent. Ze willen natuurlijk weten hoe wij een superhelden duo zijn geworden. Ah, ik was toch een knappe gespierde jonge man. Ik lag op een dag op het strand te genieten van het lachen. De zonnetje, toen ik plotseling slaperig werd. Toen sleurde een grote golf me terug de zee in. Help! En toen realiseerde ik mij dat ik de diepte in werd getrokken door een niets en niemand sparende draaikolk. Al snel had ik geen lucht meer. En net toen ik dreigde te verdrinken, werd ik gered door zeemeerminnen. Die namen me mee naar de bodem van de zee en gaven me een magische zeester die mij het vermogen gaf onder water adem te halen.
mossel, jongen. Ook die mosselen onder de waterlijn weghalen, hè? Ai, ai. Die jongen verdrinkt. Ik moet onmiddellijk in actie komen. Wes, maar niet bang. Deze man komt je redden. Ik gebruikte mijn nieuwe telekinetische kracht om de mosseljongen zijn lichaam te laten binnendringen. Daar namen ze de plaats in van zijn longen, zodat ook hij onder water kon ademen. En toen besloten we samen als één team verder te gaan. Oh, dus zo is de samenwerking ontstaan. Nee, nee, nee. Ik ben enkel en alleen bij deze oude clown blijven hangen, omdat ik vanaf toen dus niet meer boven water kon ademhalen. Oh, ja. De nooit eerder uitgezonden biografische Meerminman en Mosseljongen special. Oh, het begint. Het verhaal van Meerminman en Mosseljongen begint hier. Schiet op, Ernie. De film gaat zo beginnen. En waar blijft de popcorn eigenlijk? Staat in de magnetron, Tim. Maar in het appartement daarboven deed een kwaadaardige wetenschapper testen met radioactieve mieren. Toen hij per ongeluk een pot met de geïnfecteerde beestjes omstootte. Eén mier kroop door een gaatje in de vloer naar beneden om vervolgens in het haar van Ernie te belanden. Vals als het beestje was, plaatste het de tanden in het vette voorhoofd. Ernie schreeuwde het uit. Ja! Viel achterover. Ja, wat krijgen we nou? En voordat ze het wisten, zuisten de twee knapen in een vrije val naar beneden. Dwars door het dak van een groot chemieconcern. Beneden plonsen ze in een bak met zuur dat kort daarvoor was aangetroffen in een buitenaards ruimteschip. Een grote golf voerde de twee knapen naar buiten, terwijl er aan de hemel een onvervalse zonsverduistering plaatsvond. Toen bereikte de zuurgolf een terrein waar op dat moment een bom werd getest, zodat onze helden werden blootgesteld aan een uiterst giftig radiumgas. Toen, alsof het nog niet genoeg was, bakten donkere onweerswolken zich boven en samen en werden ze getroffen door een neonverlichte bliksemstraal en een radioactieve neerslag die door centrifugale krachten en elektromagnetische turbulentie 2000 kilometer verderop een aardbeving veroorzaakte in het centrum van een grote jungle. Een magisch kristal kwam omhoog en bracht Ernie en Tim, aangedreven door gamma-energie, naar veilige hemelgebieden. Niet rekening houdend met de vele reclameborden die de vrije doorgang voor vliegende objecten kunnen versperren. Onze helden werden met veel kracht gelanceerd en vlogen regelrecht terug naar hun appartement. Alwaar... Hé, hey, de popcorn is klaar. Ze gewoon verder konden gaan met film kijken, genietend van een licht aangebrande popcorn. Hij is wel een beetje aangebrand. Plotseling werden onze twee superhelden in spe overvallen door een schok kosmische superenergie die Ernie transformeerde in een ongelooflijk sterke superheldenkostuum dragende superheld. En Tim in een iets minder sterke, doch eveneens superkrachthoudend matroosje. Ik heb de dringende behoefte om ineens water in te ademen in plaats van lucht. Ja, ik ook. En zo ontstonden de superhelden die wij vandaag de dag kennen als... Meerminman en Mosseljongen, bewakers van de diepte! Ah, alsof het gisteren was. Vind je ook niet, Meerminman? Nee, dat heb ik niet. Oh, heb je hem weer. Maar, wat vinden jullie, jongens? Oké, Patrick, de licht aangebrande popcorn is klaar over 12 minuten. Dit gaat gewoon vet kikken worden. Ja, echt superhelden vet kikken. Nee, stop. Jullie zijn ongeschreven superhelden. Jullie... Spoken! Geesten! Gasten, daar zijn gestuurd. Ze zijn helemaal gek wegwezen. Zeg, wie maakt dat hier zo trabbelant? Ja! Kom terug. SpongeBob, waar ben jij in zeemossels nou mee bezig? Meneer Krabs, het was doodeng. Patrick en ik zijn tegen een stel spoken opgelopen. Tegen wat? We lagen te relaxen en toen viel er een woonboot uit de lucht. Ik ben vol met spoken. Ja, echt niet spoken. Geen gewoon. De kapitein gaf ons deze munt en de opdracht een nieuwe pakkingring te kopen. En hij nam onze ziel, stopte ze in een flesje en we worden ook geest als we niet terugkomen. U moet ons helpen, meneer Krabs. Ik voel me zo leeg zonder ziel. Meen jij dat van die munt?
Laat eens kijken. Ziet er redelijk echt uit. Hij ruikt echt genoeg. Pak aan, Octo! Hey Patrick, komt-ie! Wat? Geweldig! Terug naar de gulle wereld. Oh, ik laat een vriendje achter. Het lijkt wel of je ergens aan vastzit. Ah! Wie komt er aan mijn goud? Oh, wij zijn het maar, meneer de spookkapitein. We hebben een gloednieuwe pakkingring bij ons. Dus als het zo verder in orde is, dan zou ik heel graag mijn zieltje terug willen hebben. We hebben een deal en ik ben een man van mijn woord. Alsjeblieft, vierkant. Ah, voelt dat even goed. Komt-ie, zeester. Alweer? Oh, mijn ziel. Dat waren geen zielen. Dat waren gewoon twee flesjes sinaas die te lang buiten de koelkast hebben gestaan. Ik dacht al, de prik is er helemaal af. En onze echte zielen dan? Tja, die hebben jullie zelf. Een ziel stop je niet zomaar even in een flesje. Nou, dat is dus geregeld. Wil ik het nog hebben over... mijn goud! Ik dacht het niet. Die muntjes zijn namelijk van mij. Hey, doorzichtige gouddief. Ik heb dit goud eerlijk van je gestolen. Ik heb het. Mijn goud. Het is mijn goud. Hey, dat is grappig. Hier staat dat de kist eigendom is van de Vliegende Hollander. De Vliegende Hollander? Ben je niet bang dat hij het terug wil? Nee. Wij waren vroeger zijn bemanning. We hebben dit honderden jaren geleden gestolen. Hij heeft ons nooit kunnen traceren. Gaat ook niet gebeuren. Eindelijk! Huh? Dieven! Bereid je voor op een zeeslag met de Vliegende Hollander! De Hollander, hoe heeft hij ons hier gevonden? Er is een verrader in ons midden. Ziezo, het is een ieders plicht diefstal aan te geven. Jij schurftig stuk glazenwasser gereedschap. Jij gooit alles in het honden. Dit is mijn wereld. Kom hier, lafhartige, onzeewaardige beurzensnijder. Kapitein, oh, ben ik even blij dat we u hebben gevonden. Blij? Mijn eigen oude bemanning heeft mijn goud gestolen en mijn boot. Goud gestolen? We gingen gewoon een pizza halen. Ja, dat was 300 jaar geleden. We zijn verdwaald. Maar we hebben al die tijd naar u gezocht. En we hebben uw goud netjes bewaard. Oh, we moeten. Dan heb ik jullie verkeerd beoordeeld. Het spijt me dat ik al die dingen dacht. Dubbel doorzichtige verrader. Als ik jou te pakken krijg dan...